Deze kan drie krullen en hier drie krullen gemaakt. Perfect. En hij komt net niet op de grond. Ik heb stiekem wel even gekeken, maar ik zal de items even helemaal goed laten zien. Heel lekker. Bijna geen verschil. Wij gaan nu namelijk uit eten, heel spontaan. Eet smakelijk. Prachtig, heel erg leuk voor de zomer. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 31 januari, laatste dag alweer van januari. Het is echt voorbij gevlogen. En ik ga weer een nieuwe weekvlog beginnen. Dus als je er heel veel zin hebt, zou ik het super leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is vandaag maandag. Het is nog geen eens 19:30. Ik moet straks naar stage toe. Dus ja, ik ben al helemaal klaargemaakt. Ik moet alleen nog even ontbijten en even brood en zo klaarleggen. En gisteren hebben we echt iets super leuks gedaan. Mijn vriend en ik hebben dus een vakantie geboekt naar Bonaire. Echt mega leuk. Ik ben er nog nooit geweest en ik ben echt super benieuwd. En we gaan voor een week, want ik heb natuurlijk week voorjaarsvakantie. Dus we gaan al over 28 dagen. Echt onwijs veel zin in. Ik kan echt niet wachten. En ja, ik ga nu eventjes ontbijten. En ik ga daar lekker allemaal vlogjes maken. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Ik ga even ontbijten en dan richting stage. Het is inmiddels maandagavond. En ik ga slapen. Ik zal morgen zo ook even uitgebreid mijn pakketjes en alles filmen. Maar vandaag is niet zo'n bijzondere dag. Good morning. Het is vandaag dinsdag. Ik heb mijn pyjama aan van Le Olive. Met mijn initialen. Ik ga mijn sportkleding aantrekken en dan ga ik hardlopen. Zin in. Oké, ik heb een half uur... Ging ik hardlopen. Mijn conditie is echt zo slecht dat ik er gewoon een beetje van ben geschrokken. Ik heb daarna nog even wat buikspieroefeningen gedaan. Het regende, dus ik heb net even gedoucht. Ik wilde sowieso douchen hoor, maar het was niet echt heel chill weer. Dus dat was een beetje jammer. Ik ga zo even een pakketje unboxen. Ik ga me klaarmaken. En dan ga ik bij mijn ouders thuis even aan school zitten. Want we zitten weer aan het eind van de periode. Dus daarom. En ik wilde een beetje sporten, omdat we natuurlijk naar Bonaire gaan. En... ja, ik wil er niet helemaal bij lopen als een zak. Dus ik zal, als ik ga sporten, zal ik het wel even laten weten. Maar ik wil ook weer niet te geforceerd gaan. Want ik heb eigenlijk gewoon heel weinig tijd door school. Dus ja, school gaat gewoon voor. En ik ga nu even was draaien en dan ga ik naar mijn moeder toe. Nou, ik heb een make-up gedaan, dus dat ziet er in ieder geval ietsje beter uit. Ik heb mijn wenkbrauwen weer met dat... met deze gedaan van Essence, die brow styling. En ik vind hem eigenlijk dus best wel fijn werken. En ik weet dus niet zo goed wat ik daarna moet gebruiken om mijn wenkbrauwen verder in te vullen. Maar dan moet ik gewoon nog even kijken. Ik had een pakketje gekregen van Chiquelle, dus die ga ik eventjes openmaken. Het is echt mega lang geleden dat ik een pakketje heb ontvangen van Chiquelle. Maar ik vind het hele fijne kwaliteit. En ik vind wel dat ze leuke items hebben, niet altijd. En ja, ik heb ook weer een kortingscode voor jullie. Ik zal hem eventjes opzoeken. Oh, ik heb een kortingscode met 25%. Dus dat is echt mega veel. Met de code Janette25 krijg je dus 25% korting. Dus gaan we eventjes openmaken. Oké, als eerst echt een mega leuke trui. Zoiets zou ik normaal echt nooit bestellen. Maar ik vond hem er echt heel erg leuk uitzien. Met roze en groen. En ik vind het patroontje heel erg leuk gewoon. De trui voelt super dik aan. Ze hebben wel alleen een one size. Ik vind het wel meer een SM. Maar misschien rekt hij heel erg mee. Kwaliteit voelt super goed aan. En echt een mega leuke trui voor bijvoorbeeld een beige broek. Maar je kan het natuurlijk ook anders combineren. Dit is de trui. Ik vind hem echt heel erg mooi. Het is wel echt een S of maximaal een M. Want hij is niet super groot. Ik vind hem echt prachtig. Ik zou hem zelf misschien... nou, het zou nog boven een bruine broek kunnen. Maar ik zou er denk ik zelf een beige broek op doen. En ik vind de kleuren heel erg mooi. Dan als tweede een jurkje. Ze hadden echt mega veel leuke jurkjes. En ik dacht, ik neem een keer een bruin jurkje. Want ja, ik heb nu toevallig een bruin pak aan. Maar ik neem altijd dit soort jurkjes in het... ja... zwart. Dus dacht ik, ik neem een keer een bruine. Ik vind het een hele mooie bruine kleur. Heel donkerbruin. En hij heeft dus een beetje dat getrapeerde of getrapeerde effect. Dus dat vind ik ook altijd heel erg mooi. Oké, het jurkje is echt heel erg mooi. Hij sluit mooi aan. Ik ben heel blij dat ik een M heb genomen.
Want nu zit hij perfect. Je kan deze knoopjes natuurlijk ook nog wat omhoog doen. Of juist een stukje omlaag. Het is meer maar wat je voorkeur heeft. En hij is ook niet te lang. Dus dat vind ik ook heel mooi. Ja, door het licht lijkt zo wit. Ik durf niet eens te kijken. Dan heb ik nog echt iets super chills. Namelijk een joggingspak. En ik draag echt mega vaak joggingspakken van Chiquelle. Ze blijven heel lang goed. En ik heb nu een nieuwe. Het is echt zo'n soort wollen stof. Echt mega mooi. Ik vind de kleur ook echt prachtig. Gewoon van dat grijs. En hij is dus heel erg stretchy. Want deze is ook in een one size. Dus ik hoop niet dat hij te lang is. Hij loopt dus aan de onderkant flared uit. Wat ik heel erg mooi vind. En het is dus echt helemaal zo'n gebreide stof. Je kan hem wat strakker doen met de touwtjes. En daarbij hoort dus een bijpassende trui. Oh, er zitten ook zakken in de broek. Het is best wel een krop model. Dat had ik eigenlijk helemaal niet gezien. Dat zie ik nu pas. Kijk, hij is best wel kort. En hij heeft hele grote ballonmouwen. Dat vind ik wel echt super fijn. En is dit wat strakker. Ik hoop dat de broek wat hoger valt. Want ik vind het met een joggingspak niet heel fijn. Om echt helemaal een blote buik te hebben. Het is gewoon koud. Maar de stof is wel echt heel erg mooi. Dus dat is het joggingspak. Oké, de trui is echt wel wat langer dan ik had verwacht. Dus dat vind ik beter. De mouwen vind ik heel erg leuk. De broek zit eigenlijk perfect. En hij komt net niet op de grond. Maar ik ben natuurlijk wel echt maar 1,60. Dus als je wil dat hij een beetje lang is, zou ik deze niet bestellen. Maar het pak zit echt mega lekker. Dus dit waren de items van Chiquelle. Ik zal altijd alles in de beschrijving zetten. En ik zal nu gelijk even ook de aanbeelden maken. Want dan hebben jullie dat ook maar gelijk gezien. Het is inmiddels al weer 2 uur. Ik ben bij mijn moeder thuis. Het is weer heel koud. Oh, de verwarming staat wel aan. En ik ben bezig met school. Het is echt zo saai. Ik moet dus een persoonlijk ontwikkelingsplan schrijven. En daar ben ik mee bezig. En ik ben wel echt wel heel ver. Maar ik moet het vandaag af hebben. Niet eerder mag ik slapen. Dus ja, ik ga het nu eventjes afmaken. Goedemorgen, het is vandaag, welke dag is het? Woensdag. En gisteren moest ik in de avond werken, dus daarom had ik niks meer gefilmd. En er zou gisteren een pakketje komen van Naked. En er staat dus dat hij is bezorgd. Alleen hij is niet bezorgd, dus daar moet ik vandaag eventjes achteraan. En ik heb echt onwijs veel spierpijn van gisteren. Het is echt niet normaal. Dus ik denk dat ik vandaag gewoon een rondje ga skileren. Want ik ben bang als ik nu eenmaal weer ga hardlopen en zo, dat het echt een ramp wordt, tot echt mijn hele lichaam doet pijn. En ik wilde misschien ook een was draaien. Zou ik dat ook doen? Ik ga eerst even ontbijten en dan een was draaien en dan even een rondje skileren. Oké, ik heb even ontbijtje gehad. En ik ga dus toch hardlopen, want ik heb dus geen zin om mijn skilers helemaal te gaan pakken. Want we wonen namelijk op de 4e etage. Dus dan moet hij helemaal naar beneden en dan heb ik daar geen zin in. Want dan staan mijn schoenen namelijk een soort van niet veilig. Dus ik ga hardlopen. Ik heb er echt totaal geen zin in. Maar ja, we gaan ervoor. Kijken of het beter gaat dan gisteren. Ik ben terug. Ik ben helemaal gesloopt. En ik ga nu lekker douchen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik ben weer helemaal fresh. Ik heb mijn joggingspak aan. En gisteren, ik had dat volgens mij net gezegd, over het pakketje van Naked. En hij zit dus beneden in de brievenbus. Ik had expres die service gedaan dat ze echt naar de deur komen. Nou, en dat hebben ze dus niet gedaan. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. Dus ik moet eventjes beneden die sleutel halen. Want ik ga zo mijn make-up even doen. En daarin zit ook een contourstick. Dus dan kan ik die gelijk even gebruiken. Dus ik ga even het sleutel zoeken. En dan ga ik even mijn Naked pakketje beneden halen. Ze zijn buiten aan het boren. Of hiernaast. Ik heb geen idee. Ik ga zo even mijn make-up doen. Want het ziet... Ja. Mijn wimpers worden morgenavond gedaan. Dus ze zijn een beetje aan het uitvallen. Dus dat ga ik morgenavond doen. En ik heb dus een klein pakketje van Naked. Want ik vertelde natuurlijk in deze video dat ik naar Bonaire ga. En ik had dus een bikini van Naked. Ik heb hem er even bij gepakt. Dat kan je hem even zien. Deze in deze hele leuke groene kleur. Zo. Met dit broekje. En ik vond deze echt heel erg mooi zitten. Dus toen dacht ik bestel ook een ander kleurtje. Want ik heb niet zo vaak dat ik me fijn voel in bikinis of dat ik het mooi vind zitten. Dus ik heb ook nog een soort van andere kleur besteld. Ik ga hem eventjes laten zien. Ze noemen het Dusty Light Purple. Zo, dan is dit het topje. Er zit dus helemaal geen vulling of iets in, maar dat vind ik eigenlijk wel mooi. En dit de bandjes. Hij is net ietsje anders dan het
groene topje. Maar het is echt bijna geen verschil. En daarbij het broekje. Het broekje heb ik in een maatje M. Het was nu 25% korting met mijn eigen kortingscode. Dus die had ik gewoon even gebruikt. En dit is het broekje. En ik vind hem echt heel erg mooi. En ik kan zelf dus ook nog een beetje zo verstellen hoe je hem wil hebben. Dus een nieuwe bikini had ik niet nodig. Maar ik vind deze wel echt heel erg mooi. Dus ik weet dat ik deze veel ga dragen. En ik had ook nog een contourstick. Want ik zag in de video van Sarah Verhoerd volgens mij dat zij deze gebruikt. En die van mij was bijna op. Toen dacht ik, ik bestel gewoon een nieuwe. Oh, het is echt een heel klein doosje. Want Naked verkoopt ook make-up. Ik gebruik ook wel eens make-up van Naked. En ik vind het heel erg fijn. En dit was in de kleur karamel. En dan heb je hier dus de contourstick. Of de bronzerstick. Volgens mij is het de contourstick. En wat zit er aan de andere kant? Oh nee, daar kan je mee draaien. Dus ik ga even make-up doen. En dan ga ik deze gelijk eventjes gebruiken. Dus dat. Ik had het zakje even mooi moeten laten voor... Moest nog iets retouren. Nou, op zich kan dat nog wel. De make-up zit er weer op. En ik vind de contourstick vind ik heel erg fijn. Dus dat is zeker een aanrader. Ik ga nu eventjes aan school zitten. Dan ga ik boodschappen doen. Ik ga mijn nagels doen met Pink Gel Lak. Dus, en ik moet ook echt nog heel veel dingen voor school doen. Dus ik moet echt heel hard aan het werk. En als het goed is, is er zo'n was klaar. Maar ik ga eerst echt eventjes dit van school afmaken. Want dan heb ik één deel soort van klaar. Ik ben terug van boodschappen doen. Ik heb echt onwijs veel trek. Dus ik ga de boodschappen eruit halen en dan iets eten. Als eerste heb ik roerbak groente voor het eten van morgen. Met noedels, ijsbergsla, kip. Want ik ga vanavond kip tandoori maken. Mandarijnen waren in de actie samen met appels. De noedels voor bij de kip. Popcorn waar weinig calorieën in zit. Aardbeidsiroop in de actie. Dus dat is heel erg fijn. Ik heb namelijk deze. Hier zit blijkbaar minder suiker in. Dus ik ga die proberen. Dat eet ik altijd in de ochtend. Dus let's try. Van die repen die eet ik altijd tussendoor. Ook weinig suiker in. De kip tandoori voor vanavond. Brood voor in de vriezer. Ik had nog bij de Hema een scrub gekocht, want die had ik niet. En ik heb er echt eentje nodig. En daar hadden ze ook van die onderwaterwoesjes. Dus die heb ik ook maar gekocht. Yoghurt en nog meer eten. Dus dat ga ik even opruimen. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik heb vandaag stage. Gisteren heb ik niks meer gefilmd, omdat we niet zo leuk berichtje kregen. Toen was het niet meer echt. Toen had ik geen zin meer om eigenlijk te filmen. Vandaag heb ik dus de hele dag stage, dus dan kan ik niet filmen pas daarna. En ik ga vandaag weer de hele dag draaien, dus het is een drukke dag. Wat ik aan heb is een trui van Naked en deze doe ik aan van de Zara. Zo, en daaronder heb ik gewoon een zwarte broek. En ik heb mijn haar vast, want het is echt mega vet. Dus ik ga nu mijn tas inpakken. Vanavond ga ik mijn wimpers doen en dan zien jullie mij dus... vanavond. Ik heb vanavond mijn wimpers gedaan. Dus die zijn weer helemaal mooi vol. En ik heb vandaag niks gefilmd. Morgen ga ik weer een hele dag lekker filmen. En dan ga ik lunchen met vriendinnen. Dus dat is echt super gezellig. Ik ga nu eventjes mijn make-up eraf halen. Dan ga ik mijn wenkbrauwen verven. En even mijn was opruimen. En morgen film ik dus lekker veel. Dus dat is leuk. En nu ga ik nog even mijn wenkbrauw verven. Het is wel echt al 10:30, maar ik ben nog niet zo heel erg moe. Good morning, het is vandaag vrijdag. Gisteren nog mijn wenkbrauwen geverfd en mijn wimpers zijn weer helemaal goed. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik ga eerst even ontbijten en dan ga ik zo'n Get Ready With Me filmen. Ik dacht dat is wel een keer leuk te laten zien hoe ik mijn make-up en allemaal dat soort dingen doe. Want ik ga vanmiddag namelijk even lunchen met twee vriendinnetjes van mij. Waar ik ook mee naar Curaçao ging. Nou, zij waren daar natuurlijk al. En ja, dus ik ga nu eventjes ontbijten. Ik heb Olaplex in mijn haar. Ik dacht, dat mag wel weer een keertje. Oh, eventjes kijken. Thuis. 20:30. Dus ik ga even ontbijten. Ik had ook nog een gemberschotje. En die moet ik koffie drinken vandaag. Anders is die over de datum. Dus die gaan we ook maar eventjes opdrinken. Als je wimpers hebt, dan voel je gelijk gewoon alsof ik al mijn make-up al op heb.
Ik heb deze met... Deze heb ik. Blup. Ik heb mijn make-up gedaan. Ik ben er dus een video van aan het maken. Ik heb dus echt heel erg trek. Maar ik ga vanmiddag lunchen. Maar ja, dat is nog niet nu. Ik heb eigenlijk nu heel erg trek. Dus ik twijfel een beetje of ik nu iets ga nemen. Want ik ben ook weer bang dat ik anders straks geen trek meer heb. Oh. En ik ga ondertussen mijn AirPods nog één keer opladen om te kijken of ze doen. En anders weet ik het zeker dat ze gewoon kapot zijn. Oh, eet smakelijk. Het is inmiddels heel laat alweer. Ik ben de hele dag zijn we in de stad geweest. Dat was heel gezellig. We gingen eerst naar Barista Café en daarna zijn we ook nog naar Annie's geweest in Leiden. Wat ik heb gekocht is bij de Easy Paris. Daar zitten twee testers bij. Die zal ik even hierin doen. En ik heb zo'n kleine, ja, van deze gekocht die ik altijd gebruik. Ik dacht handig voor vakantie, want het was nu namelijk 50% korting. Dus die. En in mijn derde gaatje heb ik altijd van die ringetjes. En ik dacht, misschien is het mooier om van deze oorbelletjes in te doen. Dus die ga ik nu eventjes in doen. Ik had nog een pakketje gekregen die ik heel graag aan jullie wilde laten zien. Op TikTok zal ik ook aanbeelden plaatsen. Dus hier laat ik alleen het pakketje helemaal zien. En op TikTok maak ik ook een TikTok dat ik het aan heb. Ik had namelijk een pakketje gekregen van Ladylike Fashion. Ze hebben ook een Instagram en dus een TikTok. En ik mocht er twee hele leuke dingetjes uitzoeken. Zo ziet het eruit. En ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten als je zelf ook even een kijkje wil nemen. Als eerste een super mooi rokje. Ik zag deze al voorbij komen. En ik vind hem echt prachtig. Heel erg leuk voor de zomer. Het is gewoon een heel kort roze rokje. Ik had hem in een L genomen. Meestal heb ik een M. Maar volgens mij vallen deze wat kleiner. En deze is 25 euro. En ik vind hem echt prachtig. Echt een hele mooie stof. Dus ik hoop dat hij goed zit. Dus dat is het rokje. En ook nog een topje die ook echt helemaal in is. Ik zie het overal voorbij komen. En dan is dit topje met van die mooie maantjes erop. Volgens mij heet het de Moon Top. En deze heb ik in een maatje M. En deze is ook 25 euro. De stof voelt echt heel erg fijn aan. En ik vind hem echt heel erg leuk, deze. Dus, nou, ik weet niet of ik het bij elkaar zou dragen. Zou op zich wel kunnen. Maar ik vind het echt heel erg leuk. Dus dat is dit topje. En ja, als je wil zien hoe het mij staat, moet je even een kijkje nemen op mijn TikTok-account. En ze hadden deze rokjes ook nog in heel veel andere kleuren. En deze hadden ze volgens mij ook nog in het wit met zwart. En volgens mij zwart met rood, zoiets. Heel erg leuk in ieder geval. Oké, ik heb even een zwart blouseje aangedaan. Hetzelfde blouseje en een blazer. Wij gaan nu namelijk uit eten, heel spontaan. In Den Haag. Dus ik heb even een zwarte outfit aangedaan voor de verandering. En eventjes wat parfum op. Die van jou ziet er echt lekker uit. Nu is het al helemaal zo lelijk geworden bij jou. Het is vandaag zaterdag. Het is echt om bijna 5:30. Ik moest op zaterdagochtend werken vanochtend. En dus daarom had ik nog niks gefilmd. Gisteravond ging ik dus uit eten. Was echt heel erg lekker met mijn vriend. En ik heb hem nu helemaal klaargemaakt. En Lieke en Eva komen zo naar mij. En dan gaan we gezellig wat drinken en samen koken. Dus dat is helemaal gezellig. Ik voel me alleen niet heel chill. Ik zoek iets, want dat kan ik niet vinden. Ik voel me niet heel chill. Heel stom, want dat is natuurlijk heel stom als je net gaat afspreken dat je je zo voelt. Maar ik heb altijd, en misschien herkennen mensen dat, of het gaat altijd heel goed of het gaat opeens minder. En bij mij is er echt nooit echt een tussenweg of zo. En het ging eigenlijk de afgelopen tijd wel weer beter. En nu merk ik dat ik echt weer naar het slechte ga of zo. Niet dat ik me slecht voel. En daar zit ik echt niet op te wachten. Ik kan er echt wel maar janken. Maar ja, daar heb ik ook geen zin in. Dus ja, ik ga zo wel gezegd met vriendinnen afspreken. Dus ik hoop dat ik me dan gewoon wat beter voel. Ja, dus dat. Dus ik ga even mijn tafel klaarmaken. Het is vandaag zondag. Ik heb net gedoucht.
En ik ga me nu opmaken. Het was gisteren heel gezellig met Lieke en Eva. En ik ga vandaag foto's maken. Dus ik ga me eventjes klaarmaken. Ik ga mijn make-up opdoen. En dan ga ik zo mijn haar krullen. Dus dat zal ik zo eventjes een beetje filmen. Dus dat. Nou, ik heb mijn make-up gedaan. En ik ga dus nu mijn haar krullen. Ik zei net dat ik het ging filmen. Maar ik denk dus dat het dan helemaal fout gaat. Dus ik denk dat ik het gewoon nu eventjes ga krullen. En dan zien jullie mij daarna weer. Oké, inmiddels zit ik in de auto. Ik heb mijn haar gekruld. Het is nu al een beetje uitgezakt, zie ik. Ik had namelijk geen haarlak. Het is zo slecht weer, dus ik snap echt niet waarom we dit aan het doen zijn. Ik ga nu Donna ophalen en dan gaan we dus foto's maken. En ik hoop dat mijn haar nog een klein beetje blijft zitten, want anders zou het wel echt zonde zijn. Hoe lang ook niet naar bij de Mac geweest. Maar ja, ik vind het dan wel zonde als je dan lekker gaat eten dat ik het niet bij de Mac doe. Hallo. Zitten we weer. Ja, we hebben even Burger King gehaald. We hebben al twee foto's gemaakt, maar het regende echt zo. Al twee foto's. Ja, niet zo veel eigenlijk. Oké. Cola. Oh, er zit maar één rietje bij. Oh, dan drink ik wel gewoon hieruit. Ik vind het niet zeker. Erg, maar... Tuurlijk. Zo, die uiering ruiken sterk. Ja, wel lekker. Oké. Wil je friet? Eerst? Ja. Is dat handig? Die zit volgens mij bij jouw menu. Namelijk. Oh ja, Twister frietjes. Lekker. Lekker. Die vind ik ook zo lekker. Lekker. Oh, je hebt wel nog een rietje. Mm. Ik wist helemaal niet dat jij ketchup lekker vindt. Ik dacht dat jij dat niet lustte. Ik vind juist ketchup soms lekkerder even dan mayo. Soms. Echt? Ja, soms. Maar bij de Mac vind ik sowieso die frietsaus. Ja, dit is echt... Oh ja. Ja, ik vind dit dus van die... Ja, die bakjes met je... Ja, dit is echt van die ei-mayo, van die maar Zaanse. Had ik nu ketchup gezegd? Ja. Mm-hmm. Hier van het zoeken. Ja, hier. Wat zo vlot. Vorige keer was een zakje. Echt? Dat haat ik. Dat haat ik. Oké. Nou, ik ga het even open. Kan ik eens erin doen of zit er nog in? Nee. Aan je servetten. Servettas. Servetten. Nou, bon appetiti. Eet smakelijk. Ik kan echt trek. Waarom gaat ik daar niet in? Welke smaak heb je nou genomen? Banaan. Ik wilde eigenlijk misschien een keer chocola proberen. Ik heb het echt heel lang niet gedronken. Ik ga zo stoppen de camera. Oké, ik ben alweer een hele tijd thuis van foto's maken met Donna. Het was echt zo slecht weer. Dus mijn haar is echt helemaal uitgezakt. Dus wat ik ga doen is, ik ga vanavond ga ik met Amber en met Eva en met Aniek gaan we uit eten. Op zondagavond. Wel heel super leuk. Dus ik ga dit nog een klein beetje zo, even een klein stukje de krultang er doorheen halen. En dan ga ik naar Leiden rijden, want we hebben in Leiden hebben gereserveerd bij Paco Chow. Dus we gaan daar lekker eten. Dus ik ga nog een heel klein beetje de krultang er doorheen doen, want het is nu echt helemaal uitgezakt. Dit vind ik wel mooi, maar hieronder een beetje. En ik ga me even omkleden, want dit wil ik niet aan. En dan is vanavond het laatste wat ik film. Omdat ik morgen natuurlijk een nieuwe weekvlog ga beginnen. Het is echt zo koud. Dus ik wilde echt thuis blijven. Maar ja, we hadden het natuurlijk al helemaal afgesproken. Maar straks is het natuurlijk gewoon heel gezellig. Alleen het is gewoon heel koud. En regen. En bleh. Nou, ik heb dus aan deze kant 3 krullen. En hier 3 krullen gemaakt. Ik moet dat eigenlijk echt vaker doen. En dan zit het dus zo. En dan zakt het zo meteen nog een beetje uit. Ik ben er eigenlijk nu wel heel erg blij mee. Veel mooier dan hoe het vandaag eigenlijk zat. En wat ik aan heb is dit topje en gewoon een zwarte blazer met broek. En even een beetje poeder opdoen en dan ga ik onderweg. Nog een bij Paco Chow, toch? Zo spreek ik het uit. Even allemaal die... Nou, op de camera lijkt het heel licht, maar het is hier dus heel donker. Als je ooit een date hebt, ga je hier naartoe. Tip. Ik had een pakketje van Lovies die ik nog heel graag aan jullie wilde laten zien. Dus ik dacht, nou, laat ik het nu gelijk maar even zien. Ik heb gisteren wel als... Nou, ik heb gisteren... Zo. Ik heb stiekem wel even gekeken, maar ik zal de items even helemaal goed laten zien. Ik ga op vakantie naar Bonaire, dus ik heb ook een beetje zomer items gekozen. Als eerst heb ik echt zo'n basic shirt die je over je bikini heen kan doen. En dat is een donkergrijs shirt. Hij heeft van die schoudervulling. Dat vind ik persoonlijk niet heel fijn, maar de kwaliteit voelt wel heel erg goed aan. Zo, het is een hele dikke schoudervulling. Dus het is een donkergrijs shirt. Ik heb deze in de maatje S. En deze kan je dus als jurkje dragen over je bikini.
heel erg leuk. Dus deze gaat zeker mee. Volgens mij, even kijken, deze is normaal 28 euro. En ik heb deze dus in een maatje S. Dus dat is deze. Dan als volgende een heel leuk jurkje. Met een soort luipaardprintje. En dat is dit jurkje. Ik vind hem echt heel erg leuk. En daarbij zit dus ook een riempje. Kijk, je ziet zo een beetje het patroon. Deze is, er staat geen prijs op, maar volgens mij was die 46 euro, denk ik. Hij ruikt wel een beetje raar. Dus dat is dit jurkje. En daarbij wordt een soort riempje die je er omheen kan doen. Heel erg leuk. Dus dat is die. Ik had ook nog 10 euro over van het bedrag wat ik mocht bestellen. Dus toen dacht ik, nou, ik neem zo'n sjaaltje. Ik dacht ook leuk voor vakantie. Ik weet niet of het mij staat. Maar ik dacht misschien zo en dan zo omknopen. Ja, ik wil mijn make-up nu niet verpesten. Wat ik nu toe aan het doen ben. Dus dat is dat sjaaltje. Die is dus 10 euro en ze hebben heel veel verschillende. Dan een rokje en ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Het patroontje was gewoon op de site echt veel mooier. En dat is dit rokje met een soort bloemenprintje. Zo. Hij rekt wel lekker mee. Ik heb hem in een maatje M. En deze was, er staat ook weer geen prijs bij. 30 euro denk ik. Dus dat is dit rokje. Dit is een shirt met een schorpioen erop. Ik dacht ook weer leuk voor over je bikini heen. En mijn sterrenbeeld is schorpioen. Ik vond hem echt heel erg mooi. De stof voelt goed aan. En hier staat dus Scorpio. Heel leuk voor over je bikini. Dus dat waren de items die ik van Lovies heb gekregen.